Hallo allemaal. Hallo, dank Esri dat we hier mogen komen vertellen over datagedreven werken in de spoorketen. En we nemen jullie mee in de slimme innovaties die we daarbij doen. En de worstelingen en de kansen en uitdagingen die we daar tegenkomen. Maar allereerst ProRail. Iedereen kent ProRail. Al 175 jaar zijn wij verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland. En we doen het vooral ook samen met andere partners in onze maatschappij. Zoals gemeentes, provincies, milieuorganisaties, belangenorganisaties. Natuurlijk onze klanten, de reizigersvervoerders en de goederenvervoerders. Maar ook onze opdrachtnemers, IT-bedrijven, ingenieursbureaus en aannemers. En dat doen we goed. We zijn uitgegroeid tot een organisatie die verantwoordelijk is voor 1 miljoen reizigers over het spoor per dag. De prestaties zijn de afgelopen jaren sterk gestegen. De punctualiteit is toegenomen en die is meestal rond de 90%. En vaak zelfs uitschieters naar 93% tot 95%. Dus dat is hartstikke mooi. En ook de impactvolle storingen hebben we drastisch toen verlagen. Dit doen we doordat we sneller weten wat de oorzaak van de verstoring is. En het proces van herstel handelen we beter af. De spoorse infra en ICT is nauw met elkaar verweven. En er wordt de komende jaren alleen maar meer. We onderhouden bestaand spoor met onze onderaannemers. We leggen een nieuw spoor aan. We bouwen nieuwe stations. Maar we beheren ook bestaande stations. Het zijn ongeveer 400 in Nederland. De NS die exploiteert de winkels. En wij zijn van bijvoorbeeld de transfers. Dus vanaf de perrons, de trappen, de roltrappen en de liften. Maar daarnaast regelen we alle treinverkeer. We verdelen de ruimte van het spoor over de 40 vervoerders die er gebruik van maken. We informeren de vervoerders. De spoorse infra en IT groeit steeds meer naar elkaar toe. Ik ben van ICT en Timo is van AM Informatie en zij gaan over de betrouwbare data. Ja, dus ik ben van de business. En de business bij ProRail is natuurlijk het spoor, de infrastructuur. Ik werk voor Asset Management, dat is de afdeling die zich bezighoudt met het beheren van al die assets. En dat zijn er nogal wat. Je kan hier achter ons zien hoe groot ons areaal is, maar dit is maar een stukje ervan. En ook een heleboel dingen die hier niet staan. Hè? Dus als je op een perron kijkt, wij zijn ook van dat perron en ook van de schermen. We zijn ook van al die kabels en leidingen, we zijn ook van die bovenleidingen en de hoogspanning. Dus bij ons komen al die dingen samen en die integratie is heel belangrijk en data speelt daarbij een belangrijke rol. Om dat allemaal mogelijk te maken, Timo, heb je ICT nodig. Want al die data die moeten we gaan opslaan, beheren en combineren tot waardevolle informatie. En dat doen we bij ProRail ICT. We hebben ruim 500 IT-professionals en samen met onze IT-partners hebben we een breed werkveld. We beheren ons eigen GSMR-netwerk. We beheren ook de logistieke systemen, zoals procesleiding voor het regelen van veilig verkeer, treinverkeer. Maar dus ook die systemen en data van de assetketen. Ja. En ik had nog een asset meegenomen. Ik dacht, het is eigenlijk wel leuk als we, als we iets, zo'n stukje meenemen van het spoor. Dit is een spoorstaaf. Hij is best zwaar. Hij weegt 54 kilo de strekkende meter. En er zit ook een sensor op, daar kom ik zo nog even op terug. En in ons verhaal komen we straks nog een keertje terug op hoe we dat asset beheren en hoe we zorgen dat we daar grip op krijgen, op al die kilometers. Ja, oké. De digitale transformatie is bij ons al lang gestart. We doen meerdere IT-trajecten daarvoor. Het ERTMS komt eraan. Dat is een nieuw treinbeveiligingssysteem volgens de Europese standaarden. En eigenlijk worden we dan nog meer afhankelijk van ICT en data. Uiteindelijk verdwijnen alle seinen en bordjes langs het spoor. En is het volledig gebaseerd op de data. En als dan een keer de ICT het niet doet, dan staat de trein ook echt stil. Ja. We doen nu al heel veel met GIS bij ProRail. Daar hebben we mooie voorbeelden van. Maar we merken ook dat de vraag naar het waar- en locatiedata toeneemt.
En we zien zelfs een toename. En we vinden het zo'n belangrijk onderwerp dat het een strategische doelstelling is. Locatiedata en 5D-GIS noemen we dat. Maar we laten eerst even wat voorbeelden zien van onze huidige GIS. Zoals net ook bij de introductie werd gezegd, doen wij al veel GIS bij ProRail. Een paar voorbeelden bij ons. Dit is het OCCR, het Operational Control Center Rail. We geven een mooie titel. Maar hier werken wij samen. En hier werken wij samen als ProRail met onze vervoerders en onze aannemers. En als er incidenten zijn, dan handelen we die centraal af. En we werken daar samen en GIS is daar niet in weg te denken. Dus dat is echt de manier waarop wij over hetzelfde object kunnen praten. En zorgen dat als er dan een keer iemand langs het spoor loopt, terwijl dat niet de bedoeling is. En daardoor file ontstaat met de treinen, dat we dat ook kunnen oplossen. En we sturen vanuit dit centrum ook, doen we de contacten met de hulpdiensten. Dus we zorgen ervoor dat dat allemaal bij elkaar komt en dat we die coördinatie goed kunnen doen. Hier zie je twee collega's die daar ook actief mee bezig zijn. Spoorweb heet het product. Maar bij ProRail zetten we GIS niet alleen in voor portalen en viewers, maar ook voor analyses. Dit is Ted. Hij is beleidsadviseur duurzaamheid bij ProRail. Een van de strategische doelstellingen van ProRail is verduurzamen. Het reizen met de trein is natuurlijk al een duurzame manier van vervoer. Maar we sturen daarnaast ook erg op minder energieverbruik en meer energie opwekken. Dankzij dit dashboard, we noemen het energie op de kaart, heeft Ted goed inzicht in het energieverbruik per tracé en kan die met elkaar vergelijken. En daarnaast heeft hij de afgelopen jaren de data verzameld, dus hij kan ook vergelijkingen maken tussen het verbruik van de verschillende jaren. Bij Pro hebben we natuurlijk, net zoals bijna bij al jullie organisaties, ook superveel data en ook geografische data. En die bieden wij gewoon aan onze bedrijfsprocessen. Daar hebben we een hele mooie portal voor. Daar kunnen gebruikers zelf gebruik van maken. En uiteraard heeft ProRail ook een eigen viewer. En die gebruiken wij gewoon al jaren. En wat je hier ziet is onze baasbeheerkaart. 1 op 1000. Ingevlogen met een helikopter. En dit is de locatie Rotterdam. En je ziet daar een beetje blij op. Dat is de lijn naar Utrecht toe. En dit is de hoogsnelheidslijn hieronder. En Dordrecht is dan die kant op. Dus GIS-viewer voor onze medewerkers. En extern bieden wij ook onze data aan. Daar ben ik eigenlijk best wel trots op. Al sinds 2003 hebben wij 2013 hebben wij open webservices. Die wij ter beschikking stellen aan jullie allemaal. Dus gebruik het dan ook, zou ik zeggen. Dus je mag even een foto maken of je krijgt het straks nog wel in de sheets te zien. Maar daar zit prachtige data in van ProRail, maar ook van in de buurt van ProRail-spoor. Dus als je bij je gemeente werkt of bij een waterschap in de buurt van ProRail, dan kan je hier misschien hartstikke mooie luchtfoto's in terugvinden. Of iets over de ligging van de kabels. Dus het is een prachtig product. En dan natuurlijk een van de thema's hier is innovatie, vernieuwing. Nou, wij hebben gemerkt bij ProRail dat vernieuwing komt je niet zomaar aanwaaien. Daar moet je echt iets voor doen. Dus wij hebben ervoor gezorgd dat we daar energie op zetten en dat we daar mensen wat meer dedicated voor vrijmaken. En dat doen we bij ProRail op verschillende manieren. En twee van die manieren, daar gaan we iets over vertellen. Het datalab. Bij ProRail hebben we ook ontdekt dat er zit best wel veel waarde in al die data die we hebben. En hoe kan je dat met data science nou op een goede manier toepassen en gebruiken? Hoe kan je die data maximaal uitmelken en ervoor zorgen dat je daar prachtige informatie van maakt, waarmee je dan een betere prestatie levert als ProRail en als hele spoorbranche. En daar hebben we een paar voorbeelden van bij ons. En we hebben Geolab. Het Geolab is recentelijk opgestart door een aantal medewerkers van onze afdeling die daar zelf mee kwamen. Want ze zeggen, we hebben een geoplatform, we hebben heel veel data, er is veel nieuwe technologie. En in ons datalab willen we graag onderzoeken wat die combinaties kunnen betekenen en welke waarde het kan brengen voor onze ProRail-organisatie. We doen daar korte trajectjes, dat zijn proof of concepts, ook wel pokjes genoemd bij ProRail. En als dan zo'n kort trajectje gelijk waarde levert voor de business, dat is mooi, dan hebben we een tevreden klant. Soms blijkt na onderzoek
dat het niet zo heel veel waarde oplevert. En dan stoppen we ermee. En soms zijn er wat meer investeringen voor nodig. En dan stoppen we in het geolab en dragen we het stokje over aan de reguliere organisatie om met goede investeringen zo'n traject op te kunnen starten. Ja. En binnen het geolab is een van de dingen die we doen dit voorbeeld. Ik vind het zelf wel heel belangrijk om deze hier te laten zien. Het is een spoorspecifiek voorbeeld. Want in onze wereld kennen wij mensen die denken in schematische beelden. Dat zie je hieronder. En de geografie. En tot op heden waren dat aparte stromen van data in ons bedrijf. Het is een soort stammenstrijd tussen twee werelden. En wat we zien is dat met GIS-applicaties, in dit geval UNM, kunnen wij terug naar een hele andere oplossing, gebaseerd op data. En de gedachte is dat als je de data centraal stelt, dat je daarmee een view kan maken in de schema en een view kan maken in de geografie. En ja, dat is voor ons super belangrijk, zodat die twee stammen ook dichter bij elkaar komen. En nou, het Geolab trekt daarin hard op en we kijken hoe we dat dan op de beste manier kunnen implementeren in al die data en al die stromen van informatie die we hebben in ons bedrijf. En we gaan dat nu implementeren op bovenleiding. Dus het bovenleidingssysteem zal in de toekomst compleet op data gebaseerd zijn. Oké. Een volgend voorbeeld hebben we een aantal jaren geleden samen met het Datalab opgestart. We wilden wisselstoringen hebben een behoorlijke impact op het treinverkeer, dus die wil je voorkomen. Samen met een wisselspecialist en een data scientist van het Datalab hebben we een algoritme ontwikkeld. En op basis van heel veel data kunnen we dan wisselstoringen voorspellen. Hier zie je, wissels hebben een belangrijke rol in het treinverkeer, want de treinen kunnen afbuigen naar links of naar rechts. De wissels hebben een wisselomloop, daarvoor zitten kleine motoren in het spoor. En aan de linkerkant zie je een grafiek waarin die omloop van links naar rechts soepel verloopt. En aan de rechterkant zie je een grafiek waarbij de wisselomloop blijkbaar meer stroom nodig heeft, waardoor je weet, er gaat hier iets niet goed en mogelijk zou er een wisselstoring aan kunnen komen. En als je dan bezig bent met zo'n algoritme te ontdekken, dan pakt de media dat natuurlijk gelijk op. Nu.nl kopte, ProRail kan 70-90% van de wisselstoringen voorspellen. Nou, dat is niet helemaal waar. Alleen maar voor een paar wissels kunnen we dat inmiddels. Maar we hebben er duizenden in ons spoor liggen. En ieder wissel heeft zijn eigen gedrag. Dus je hebt veel data nodig over bijvoorbeeld de ondergrond waar die op ligt. Het type wissel. Hoeveel treinen rijden erover? Waar ligt die? Wat voor soort treinen liggen erover? En eigenlijk hebben we heel veel wisselstoringen nodig om dat soort data allemaal bij elkaar te vergaren. Maar dat doen we de reiziger natuurlijk niet aan. In de voorbereiding voor de presentatie die we hier wilden geven, kwamen we ook deze analyse tegen. Dat is de middellange termijnplanning, de MLT, door onze afdeling vervoer en dienstregeling, V&D. En je ziet dat we daar in 2020 een aantal langere treinen gaan rijden. Zo wordt GIS gewoon in de business gebruikt. En als je een beetje links op het kaartje kijkt, dan zie je daar Zandvoort. En daar heeft ProRail gewoon een uitdaging. En die uitdaging, ja, dat weten jullie waarschijnlijk wel. Maar er komen gewoon 200.000 mensen af op de Formule 1. En hoe krijgen we al die mensen daar? Dat is dan een beetje de uitdaging, de vraag. Het spoorsysteem daar is gereed voor, op rustige dagen 2 treinen per uur. Op zonnige dagen 4 treinen per uur. Maar daarmee kan je ongeveer 5.000 mensen per uur of in totaal vervoeren. We verwachten rond de 50.000 mensen te moeten vervoeren per trein van Haarlem naar Zandvoort. En achter Haarlem zitten nog andere stations waar al die mensen ook vervoerd moeten worden. Dus je kan je voorstellen dat netwerk door de komst van Max Verstappen is gewoon echt een uitdaging om dat in de benen te krijgen, veel meer treinen te rijden. En dat betekent in ons geval dat we iets moeten doen aan de bovenleiding. Er staat niet genoeg stroom op de bovenleiding om 10 treinen per uur op en neer te gaan rijden. Hè? Dus dat is een van de uitdagingen. Daar moeten we nu, als de wiedeweerga, wat voor doen. Maar denk eens aan die perrons. Denk eens hoe vol dat is. Of die treinen, hoe druk dat gaat worden. En er zitten op dat traject ook 3 overwegen. Waar hulpdiensten en gewoon verkeer langs gaat. Nou, en als je van nu 4 treinen per uur naar straks 10 treinen per uur gaat,
ja, dan ligt die overweg bijna de hele tijd dicht. Dus je ziet dat de impact van zo'n komst van Max Verstappen echt wel groot is en dat wij ons daarop moeten voorbereiden. En ja, wat ik dan ook nog wel bijzonder vind, is dat normaal gesproken duren projecten bij ProRail van planning tot realisatie een jaar of vier, hè, dus we moeten iets uitbreiden. Dit moet volgend jaar klaar zijn. Hier moeten wij helemaal onszelf op voorbereiden en ervoor zorgen dat we onze prestatie kunnen leveren zoals we die eigenlijk altijd willen leveren. Gewoon de reis die de reiziger verwacht. Ja. Ja, en dan denk je dat dat een uitdaging is, Timo, maar we hebben nog een veel grotere uitdaging. Want de verwachting is dat de reizigersaantallen fors gaan toenemen en in 2030 moeten er 30% meer treinen op het spoor rijden. 30% meer treinen en dus 30% meer reizigers. Dat kan helemaal niet. Ik loop 's ochtends het perron op en de trap omhoog en dan is het echt zo ongelooflijk druk. En dan denk ik, hoe moeten die 30% extra reizigers er nu bij? De ruimte is er niet. Hoe gaan we dat doen? En het wordt nog, het moet nog sneller. Afgelopen zomer luidde Roger van Bokstel, hij is de directeur van de NS, de noodklok. Want onderzoek door de NS toont aan dat de emmer eerder vol loopt. Roger van Bokstel vertelt dat al in 2027 die capaciteitsgroei van 30% gereed moet zijn. En je merkt het ook op het station. September, oktober, dat zijn altijd weer de drukke maanden. Dus in een interne boodschap aan het kantoorpersoneel van de NS en van ProRail werd ons verzocht om in september en in oktober even de drukke spitstreinen te vermijden. Zoals jullie dat ook doen, zijn de andere reizigers ook tevreden. Ja. Hey, en natuurlijk hadden we dat zien aankomen als ProRail. En vandaar ook dat wij onze strategie daarop voorbereiden. Hè? Dus wij zeggen, we zien dat die groei op ons afkomt. Hoe gaan we dat nou doen met elkaar? Dus die mobiliteitsgroei komt op ons af. Let's fix it. De technologie biedt heel veel mogelijkheden om daar een antwoord op te geven. We kunnen niet alleen maar bijbouwen, hè? Niet meer sporen of meer stations. Dat is niet altijd de oplossing, daar krijgen we het geld ook niet voor. Dus de kunst is eigenlijk, kan je technologie inzetten? En uiteraard ook de duurzaamheid, waar het morgen ook vooral om draait. Hoe kunnen wij bijdragen aan een duurzame samenleving en met name ook de Parijsdoelstellingen realiseren, zoals Ted net op de foto. Daar hebben we uiteraard ook een antwoord op. Vanuit de data en het ICT-perspectief. Wij geloven heel erg in een andere wereld. En die wereld, dat gaat dan toch over deze spoorstaaf. Deze spoorstaaf, daar hebben we natuurlijk hartstikke veel kilometers van. Maar we hebben hier een sensor op gemaakt. En die sensor, die meet de temperatuur van de spoorstaaf. En dat is eigenlijk best wel grappig. En vervolgens zendt hij een signaal en geeft hij de temperatuur naar de back-office door. En daarmee kunnen wij dus zien of de wisselverwarming het doet. Of die werkt. En dan plakken we niet overal die sensoren op, maar wel op de belangrijkste wissels in het netwerk. En wat dan heel goed is, het is best wel stevig magneet. Wat heel goed is, is dat je dan inzicht krijgt in het gedrag van die wisselverwarming. En dat verwoorden we ook op onze visie. Dat wij geloven dat door middel van nieuwe sensoren en andere manieren van inwinnen van data, we dat naar de cloud brengen en daar echt informatie van kunnen maken die we ook delen met onze partners en met onze gebruikers intern. Dus met aannemers, ingenieursbureaus die dingen moeten ontwerpen, maar ook gewoon de inspecteurs die langs het spoor lopen. Ja, en dan gebeurt er dit. Stel je voor, 30% meer treinen op het spoor. En dan valt er een boom op het spoor. Dat wil je natuurlijk niet. Dat moeten we voorkomen. ProRail laat regelmatig beelden maken door de helikopter. Het is niet onze eigen helikopter. Er staat wel onze naam in, maar we contracteren hier een organisatie voor om die beelden te maken. De helikopter heeft drie camera's en LiDAR-scans. En daarmee kunnen we puntenwolkenbeelden maken. En die zijn echt kwalitatief supergoed. Dus daar kunnen we heel veel mee. Daar krijgen we veel data voor. Om onze spoorkaart weer op orde te maken. En de foto's zijn ook door de hoge resolutie heel goed af te lezen.
Dit doen we al, maar we vragen ons steeds meer af, kunnen we daar dan misschien nog meer mee doen? En met name met die puntenwolken hebben we samen met het Geolab en andere IT-leveranciers een app ontwikkeld, met het Geoplatform ook, om die risicobomen in kaart te brengen. Want als je weet waar de risicobomen staan, dat zijn dan de bomen die met storm op het spoor kunnen belanden, dan weten we ook waar we onze maatregelen moeten gaan nemen. En het is nu niet zo dat we al die bomen gaan omhakken, maar als we weten waar ze zijn, kunnen we ze wel snoeien en kunnen we voorkomen dat er weer een boom op het spoor belandt. En als we dan dus een boom weghalen, dan zorgen we er altijd voor dat die gecompenseerd wordt door een andere boom ergens anders neer te zetten. Hey, en als we dan, naar aanleiding van dit voorbeeld, als we dan een ander voorbeeld pakken, hè? Kijk, ProRail bouwt ook best wel veel. We bouwen nieuwe stations en nieuwe infra en dat is nodig om ook die drukte op te vangen. En daar gebruiken we steeds meer BIM voor, Building BIM. Information Modeling. Je zag het net ook al in de eerdere sheet. En ik heb hier een mooi voorbeeld bij me. Dit is het traject tussen Den Haag en Rotterdam. Bij ons heet dat Rijswijk Delft-Zuid. En dit is het station Delft-Zuid. En in het station in de toekomst gaan wij veel meer treinen laten rijden. En die treinen die hebben wij, die moeten daar langs. En dat betekent dat we op Delft-Zuid ook een aanpassing moeten doen van het viaduct en het station. Ja, en tegenwoordig is BIM gewoon niet meer weg te denken. Dus wij zien dat we in dit soort grote projecten eigenlijk alleen maar met BIM kunnen werken. Om daarmee fouten uit het ontwerp te halen en ervoor te zorgen dat er geen uitloop van werkzaamheden zijn op het moment dat we in dienst gaan na een weekend of een week hard werken. Dit is de toekomst, dat zit eraan te komen. En we zien dat BIM echt een vogelvlucht neemt en steeds vaker in onze projecten een plekje krijgt. En dan heb ik nog als laatste een voorbeeld bij me en dat is toch weer die spoorstaaf. Ik zal even vertellen iets over de spoorstaaf. Kijk, die spoorstaaf heeft aan de bovenkant een vlak en daar rijdt dan de wiel van de trein op. En wat er wel eens gebeurt is dat vlak kan ook kapot gaan. Dus er komen wel scheurtjes in dat vlak of butjes. En als die scheurtjes niet gerepareerd worden, geslepen worden, dan betekent dat het spoorstaaf kapot gaat en dat hij misschien zelfs kan breken. En dat willen we helemaal niet, want dat veroorzaakt weer die verstoring. Dan hebben we een mooie nieuwe methodiek gebaseerd op machine learning. Dat heeft hiermee te maken. Wij hebben een trein rondrijden, eigenlijk twee treinen. Die maakt foto's van spoorstaven. En dat zijn echt een heleboel foto's. Het zijn 250 miljoen. Kan je dat voorstellen? 250 miljoen foto's. En die zien er zo uit. En in het spoor hebben we secties en tussen een sectie zit een sectiescheiding. Je ziet hem hier op de foto al. Maar we hebben zelfs een ingezoomde foto. Dat heet een ES-las, een elektrische scheidingslas. En die zit ongeveer elke 400 meter. Nou, dit is een van onze grootste veroorzakers van storingen. Als deze kapot is of te dun is, dan stopt eigenlijk de treinenloop, omdat er een kortsluiting plaatsvindt. Dat is allemaal hartstikke veilig. En wat we hebben gedaan is met dat data science team, een stukje machine learning op die 250 miljoen beelden. Dat betekent dat je een soort algoritme gaat trainen en dat in al die beelden gaat zoeken naar die ES-lassen. En dan gaat hij ook vinden. We zijn er eigenlijk best wel goed in geworden. Het algoritme vindt de ES-lassen in al die beelden. Hij vindt ook waar er geen ES-las is. Daar zijn we eigenlijk ook heel blij mee, dus dat betekent dat hij het goed doet. Hij vindt ook een aantal andere dingen die fout geclassificeerd zijn. Nou, die ES-lassen die we nu vinden, dat zijn er 60.000 in Nederland. Die zetten we netjes in SAP en die beheren we dan. En in de tijd volgen we die ook, dus we kunnen zien of die slechter wordt en hoeveel slechter die dan wordt. Maar nog veel leuker is de fout geclassificeerde. Want in de fout geclassificeerde zitten een toekomstige problemen. Je ziet de linker en de rechter zit een enorme deuk in het spoor. Dat is nog steeds veilig, is allemaal binnen de norm. Maar wij willen wel goed snappen hoe zich dat ontwikkelt in de tijd. Dus de volgende keer als die trein weer langs rijdt en die foto's maakt, gaan we die beelden vergelijken en kunnen we zien of het slechter is geworden en hoeveel slechter en of we moeten ingrijpen.
Dat ingrijpen, dat doen we eigenlijk heel graag, dat doen we preventief, want daarmee voorkom je die storing. En dat ingrijpen doen wij dan niet zelf, maar dat doen natuurlijk de mannen van onze aannemers. En die zorgen ervoor dat eigenlijk de storing wordt hersteld voordat die heeft plaatsgevonden. Nou, zo worden wij veel meer preventief en bieden we een betere reis voor de gebruiker. Ja. Ja. En dan tot slot nog even onze droom. Ja. Onze droom is dat we al onze data die we inwinnen, straks ook met drones, met satellietbeelden, via het ontwerpproces, dat we dat als een fabriek inrichten, dat we daar heel snel gedeeld beeld mee kunnen creëren, dat we die data ook snel en betrouwbaar kunnen leveren aan de processen, maar ook aan de partners van ProRail, dat we nog beter worden in algoritmes om storingen te voorkomen en dat we tijdig onze assets kunnen onderhouden. Dat is de droom waarbij wij denken dat we die 30% extra capaciteitsvraag aan kunnen. En vooral als we dat samen doen, ICT en business. Ja. Dank jullie wel voor jullie aandacht. Ja.